beste luisteraars. En de aanhouden wind, hè, als je dus even de zaak op een goed op de keper beschouwt, dan kunnen we natuurlijk zo meteen verder gaan met dit programma. Het programma wat een nachtuitzending is. En we weten dat er een heleboel mensen nog even zitten te wachten totdat ze de heer Samson gehoord hebben. We gaan u niet langer in de spanning houden. We gaan overschakelen naar Paramaribo, live naar de heer Guillermo Samson. Meneer Samson, een goeie dag, goedenavond. Goeienacht, Iwan Botsen. Als ik zo'n beetje kijk, dan zitten we al zo'n beetje op de dinsdag daar bij jullie, moet ik zeggen. En natuurlijk ook jouw luisteraars, welkom. Deze extra uitzending is natuurlijk ingelast vanwege het feit dat gisteren wij niet aan toe zijn gekomen van de vele berichten die wij hadden. Ik ben toen nogal diepgaand ingegaan op al die toestanden die namelijk hier gebeuren. En vandaar dat de directeur, meneer Botse, eigenlijk de gedachte had. Dat is maar een stap meer directeur. Ja, we zijn gewoon Iwan Botse. Je hebt de leiding, maar goed. Altijd bescheiden, zoals we hem kennen. Maar goed, hij heeft de leiding daar. En er is dan een extra uitzending ingelast in het turbulente Suriname, waarvan ik kan zeggen, langzaam maar zeker, eigenlijk ten gronde gericht gaat. Het was al eigenlijk zo'n beetje aan de rand van de afgrond, moet ik je zeggen, Iwan. Maar wat wij nu meemaken, vooral dat stukje dat mensen verschrikkelijk irriteert van deze regering, dat stukje racisme, je merkt het van twee kanten uit. Je merkt het zowel van de kant, vooral van de kant van de Orange Movement, maar ook aan de andere kant van die kant daar, namelijk van Brunswijk. En vooral wat het benoemingsbeleid betreft. En de luisteraars weten het. Eigenlijk is het bijna eigenlijk schandalig wat er gebeurt. Maar ik kan de mensen niet kwalijk nemen, want die Surinamers maken verschrikkelijke tijden mee. Zodanig zelf dat we per week gemiddeld 3 zelfmoord hebben. Niet pogingen, maar mensen die gewoon zichzelf van kant maken, want ze zien het waarschijnlijk helemaal niet meer zitten. Je moet je voorstellen, je hebt een huis, je hebt kinderen, je hebt een vrouw en je hebt maanden geen aflossingen kunnen doen. En er zijn natuurlijk hier van die banken die meedogenloos zijn en geen rekening houden met de situatie. Ook de regering interesseert het niet. Als er maar paisa komt, nou, dan is die regering natuurlijk al reuze blij. En we merken daarnaast ook de ene verhoging na de andere verhoging. Ja, ja. Maar voordat we in detail op over dat soort dingen gaan praten, u heeft twee dingen genoemd waarvan ik denk van daar wil ik nog heel eventjes op ingaan. Meneer Brunswijk, daar werd van verteld in de sociale media dat die man doodziek is. Anderen zeiden dat hij al bijna dood was. En wat we zien, want ik wil dus die link gaan leggen naar al die andere gevallen. U heeft het net gehad over mensen die zichzelf van kant maken. De kleinzoon van de president van Suriname heeft, zegt de politie, zelfmoord gepleegd. Er zijn een vriend van hem zou dat ook gedaan hebben. Ja? Van de ex-president. Van de ex-president inderdaad. En ga zo maar door. En al die andere mensen die dat ook doen. In wat voor land leeft men nu in Suriname? Nou, ik moet je zeggen, het is een ellendig land. En vele mensen zeggen, de grootste fout die wij toen hebben gemaakt is dat ongeveer 2 jaren geleden, dat was op 20 juli het was geen 20 juli, 16 juli van het jaar 2020, toen dit kabinet namelijk werd beëdigd, hebben vele mensen het niet kunnen zien wat hun namelijk te wachten staat. Stond. Het was al erg en we hadden een soort communistisch bewind hier onder Bouterse, dat weet u. Allemaal rare dingen met financiële toestanden. Maar zo erg was het niet. Wat wij nu krijgen, we hebben een stukje zware racisme, je merkt het, over de social media. Mensen uit frustratie schelden ze uit naar Hindustanen, maar het
goede ervan is, dat ze zeggen, niet die Hindustanen natuurlijk, die achter Chan, die niet achter Chan lopen, die zijn hun broeders. Die hebben ook vreselijk te voortduren van die situatie. Een situatie die wij niet eerder kenden. En u weet het, ik heb er verschrikkelijk veel in dit programma gewaarschuwd. We moeten dit niet hebben, absoluut niet. Surinamers zijn één. Maar ja, in drang, maar ook dat racisme dat eigenlijk bij deze gasten waarschijnlijk heel latent was, is dat ding naar boven kunnen drijven. En ik ga je zeggen, ik heb er zelf verschrikkelijk veel problemen mee. Ik heb er verschrikkelijk veel pijn mee, want we leven als broeders met elkaar. Maar dit soort van gasten die vanaf 16 juli het roer hebben overgenomen, een compleet verder... Ik heb het gisteren eigenlijk heel mooi al uitgedrukt. Was het zo dat Bouterse namelijk het land had geruineerd? Deze mensen ruïneren het volk. En wat ik bedoel, ze ruïneren het volk. Want eigenlijk bijna elke week heb je drie, namelijk zelfmoorden. Mensen die het totaal niet meer zien zitten door het beleid dat gevoerd werd, waarbij prijzen constant omhoog gaan. En wat doen ze? En voeren vooral vanuit volksgezondheid krijg je een soort lockdown. Eén man bepaalt namelijk daar, ja, we krijgen een lockdown. Een ander moment krijg je weer ook lockdown. Niemand kan een touw aan vastknopen. Je ziet dan bijvoorbeeld wanneer die lockdown namelijk heeft plaatsgevonden. Nou, laat me even dat zeggen. Binnen dat ministerie bekruipt mij het gevoel dat er verschrikkelijk veel geld wordt gemaakt over de lijken van de mensen heen. En boze tongen die beweren natuurlijk, kijk, als je normaal bent overleden, dan kost het je maar een habbekras om begraven te worden. Dan wel namelijk wat men noemt zo'n beetje een, hoe noemen ze dat, een... om zo'n beetje, zal ik zeggen, ja, een, ja, ik word even gestoord hoor, even. Maar in elk geval, er wordt geld gemaakt, enorm veel geld wordt er namelijk gemaakt, met dat hele lockdown geschiedenis en met die hele COVID geschiedenis. Die minister heeft het totaal niet in de hand. We hebben op dit moment al 541 doden, terwijl hij bij 20 namelijk overnam. Vele mensen zeggen, laat hij het maar op zijn geweten dragen. En we zien de meest rare dingen namelijk gebeuren, dat heel wat begrafenisondernemingen gewoon uitgesloten zijn, maar waarschijnlijk, zoals het gevoel bekruipt, mensen die heel dichtbij bij de minister zitten, die op die minister lijken, die mogen cremeren, die mogen blijken vervoeren, die mogen begraven namelijk. Wat dat aangaat, heeft die meneer van, ja, het is maar even immigratie of Krapsidi, hoe dat ding namelijk heet, de begrafenisonderneming. Hennep heeft er een heel uitgebreid uitvoerig gesprek gegeven. En heeft eigenlijk gewezen eigenlijk, van hoe dingen namelijk plaatsvinden. Het zijn gewoon bepaalde groepen. Of je bent Hindustan, maar dan niet Hindustan zoals ik het bedoel, echt niet racistisch, maar je behoort tot die Orange-beweging die zich een superieur voelt ten opzichte van de Chamars, die arme Hindustanen. Of je bent Bosland Creool om namelijk geaccommodeerd te worden. En dat zien we namelijk gebeuren zodanig dat mensen zichzelf in grote kosten jagen. Er gaan zelfs berichten viraal waarbij mensen namelijk beweren dat mensen die een gewone natuurlijke dood zijn gestorven, dat doktoren er zelf aan werken om die mensen namelijk... een COVID gestorven namelijk te laten registreren. Want zoals die boze tongen weer beweren, je moet enorm voorzichtig zijn, want we hebben echt hier een paar psychopaten als minister lopen hoor, bossen. Dus ze brengen je zo voor de rechter, dus je moet verschrikkelijk met die Frankensteins en die, hoe noemen ze die figuren meer, en die Kou-Eyes en die Dracula's die allemaal hier rondlopen. Je moet erg voorzichtig zijn dat je geen vonnis aan je broek krijgt, want het zijn echt zieke mensen, een aantal van ze die rondlopen. Maar dat soort van verhalen, die doen de ronde. En het blijkt namelijk dat er ook een kern van waarheid in is als je luistert naar de verschillende radiostations van mensen die namelijk klagen daarover. En aan de andere kant horen we dat de mensen van het binnenland niet willen vaccineren. Het kan ook niet anders, want Santokki heeft zich volledig voor de gek gehouden.
voor de verkiezingen was het zo dat Santoki de mensen van het binnenland eigenlijk heeft gemotiveerd om te gaan planten, pomtaier en napi en allerlei peulvruchten. Die dingen werden werkelijk opgekocht door handelaars, tussen handelaars. De mensen werden contant betaald en die zaken werden geëxporteerd. Ook Nyumara werd diep bij Palomee, dacht ik, gekocht voor de Indianen. Er zijn zelf vrieskisten toen gekocht voor die mensen. Moet je begrijpen dat ze hem aan Nyumara konden vangen. Die dingen waren namelijk in elk geval niet besmet met wat men noemt kwik. En die dingen werden werkelijk gekocht. En Santoki had zelf gezegd, hij zou er namelijk structuur aangeven op het moment waarop hij president zou worden. Hij had natuurlijk de stem van die mensen nodig. Op het moment waarop hij is gekozen, waren ze zo in de weer. Hij was meer met zijn vrouw bezig en met vrienden. En heeft die mensen finaal in de steek gelaten. Aan de andere kant horen wij ook dat Brunswijk de Saramakaners ook finaal in de steek heeft gelaten. Daar heeft er echt iets typisch plaatsgevonden hoor. Iwan, dat is namelijk, als je goed gaat kijken, het was me niet eens opgevallen hoor, want ik let niet vaak op dit soort van dingen van Aucanus, Aucanus en Saramakanus, Kafri, Kuli en dat soort van dingen zoals men hier in Suriname nu heftig over praat. Maar die ABOP is vooral geformeerd en is aan de macht namelijk gekomen. Vooral door die Saramakaners. 6 Saramakaners zitten in het parlement. En het werk van Pocky is daar enorm van belang geweest dat ABOP vooral die verkiezing kon winnen. Nu is Pocky aan de kant gezet. In eerste instantie hadden we vernomen dat die broer van Brunswijk naar grond had gevraagd. Ze weigerde om mee te werken. Dat ding riekte een beetje naar corruptiefondsen. En die broer van Brunswijk, wat ik heb begrepen, laten we zeggen wat die boze tongen weer beweren hoor, is gaan klagen bij zijn broer. En Pocky werd aan de kant gezet. Chan werd meegenomen om een commissie namelijk te gaan samenstellen om te kijken of er werkelijk sprake daar was van corruptie. Andere verhalen vertellen zelfs dat wat kunnen ook verhalen zijn om die vrouw te beschadigen. Overigens, ze ligt op dit moment in intensive care in het academisch ziekenhuis. Ze had problemen van haar hart. Ze heeft hartproblemen namelijk gehad. Maar in elk geval, die boze tongen beweren weer dat ze namelijk van Chinese geld heeft aangenomen en die mensen toen concessierechten heeft gegeven om goud namelijk, om grond namelijk te krijgen. Want het ging namelijk over grondzaken, waardoor ze ook hun goud konden kappen. In dat kader is ze tot nader orde een, kan ik u zeggen, is een thuisgezet, moet u weten. En ze ligt nu in het ziekenhuis. Er zou een uitspraak moeten komen. In eerste instantie vond men dat die eerste commissie die in het leven was geroepen partijdig was. Dus men heeft die commissie geraakt, om het met een mooi juridisch term te noemen. En vervolgens is er een andere commissie benoemd en ondertussen, volgens mij hoor, moet al de uitslag bekend zijn wat het is geworden. Maar zoals je in de wandelgangen hier in Suriname hoort, men wacht tot 16 juli om haar namelijk met ontslag te sturen. En dan kan namelijk ze een zachte landing maken. En dan maakt ze ook recht, heeft ze natuurlijk ook recht op vergoedingen en alle emolumenten en weet ik wat allemaal meer dat aan het beroep eigenlijk verbonden is. Als je namelijk 1 jaar minister bent geweest in deze plantage. Een mevrouw Forsweek wordt genoemd om in haar plaats te komen. En aan de andere kant heb ik ook begrepen dat de minister van Justitie ook vervangen gaat worden. Maar ja, van die man kwam er ook niet veel. Het zijn gewoon 2 linkerhanden die we hebben. 1 op volksgezondheid die voor die COVID toestanden, pandemie, eigenlijk moest zorgen dat het zich niet verder verspreidde. En de andere is de minister van Justitie, waarvan ook niks uitkomt. En weer worden de vogeltjes die fluiten dat hij waarschijnlijk PG gaat worden. En dat er een iemand van de BEP, een mevrouw, ja, de naam is me even ontgaan hoor, minister namelijk van Justitie gaat worden. Dus er dreigen een aantal dingen te gebeuren. Er dreigen reshuffelingen plaats te vinden. Als je het mij persoonlijk vraagt, maar dat is mijn persoonlijke mening, kan je in feite die hele regering naar huis sturen. En eigenlijk, hoe noemen ze het,
En eigenlijk gewoon de beteren daaruit pikken. Het zullen niet veel zijn, misschien één of twee. En het volk vraagt eigenlijk naar een zakenkabinet. Alleen de grote vraag is, wie gaat zo'n zakenkabinet formeren? Januar, want de mensen hebben hun buik natuurlijk helemaal vol van deze president. Het is gebleken, ik zat een beetje te filosoferen gisteravond en ik dacht bij mezelf, misschien is dit iets voor een gedachte voor vandaag. Het is gebleken, gewapende machten moeten niet aan de leiding van dit land zitten. Want eigenlijk, gewapende machten hebben eigenlijk mensen uit de gewapende macht hebben dit land kapot gemaakt. Eerst, in eerste instantie, te beginnen in 1980 met de militairen. En nu heb je een politieagent die president is geworden. En kijk maar waarin we zijn beland. In diepste armoede. En ik kan u zeggen, welzijn en welvaart interesseert deze gasten niet. Het is allemaal paisa, paisa en nogmaals paisa. En daarom zitten we met de gebakken peren. Trouwens, ook nu gaat er viraal iets, heb ik gezien, waarbij een aantal A1-auto's zijn gekocht. Auto's van zeg 35.000 zijn voor 53.000 gekocht, Prado's. Dus die corruptie gaat door, heeft er namelijk een inschrijving plaatsgevonden, ja, maar uiteindelijk zeggen de mensen, de boze tongen zeggen, de vrienden van die regering hebben die opdrachten namelijk gehad. Ondertussen is het reizen ook al zo'n beetje begonnen. Was het zo dat we drie ministers hebben gehad die onder een vliegtuig van de KLM daar als Pipo de Clown namelijk zaten te pareren om te kijken hoe AstraZeneca vervoerd zou worden naar Suriname. De nog grotere clown van de regering, dat is die Somoharjo, die is nu richting Egypte gegaan, vertrokken. Wat hij in Egypte is gaan doen, vraagt Joost zich af. Wat iedereen zegt tegenwoordig, kan je via Zoom-meeting, kan je van alles en nog wat, meneer, over de wereld doen. Je hoeft er niet speciaal daar naartoe te vliegen. Overigens kan ik u zeggen, die drie ministers die daar zijn geweest, twee Hindoestanen en één Indiaan, waarvan van die Indiaan grappen namelijk zit te maken, wordt gemaakt en eigenlijk een beetje problemen heeft met Satka. Dat zijn de mensen die in een bond zitten van luchtverkeersleiders en dreigen het heel luchtverkeer hier in Suriname lam te leggen. Daarvan wordt er ook verteld, worden grappen gemaakt dat de directeur van de KLM, die in feite niet veel te zeggen heeft als het gaat over luchtvaart, want iedereen weet, de meerderheid van de aandelen die zijn bij Air France, ja. Ten tweede, dat heel kabinet van jullie daar is demissionair, dus ze kunnen geen inhoudelijke beslissingen nemen. Een demissionair kabinet wil niks anders zeggen dat de lopende zaken moeten worden afgehandeld. Maar mooier nog, het overgrote deel namelijk is met reces. En dan vragen de mensen in Suriname zich af, weet je, wat hebben die drie gasten namelijk bereikt? Behalve natuurlijk om daggelden te krijgen. Ik weet niet hoeveel het is, of het €200 is of €400, houd maar even ten goede. Maar het had ook via een digitaal gekund, dus via Zoom, et cetera, om namelijk te onderhandelen. Maar je ziet dat het feest van reizen is ondertussen begonnen, het feest van corruptie is begonnen, we hadden daarvoor een nepotisme, het statuten van staatsolie veranderen, dat je vrouw namelijk kon gaan verdienen bij staatsolie, vrienden accommoderen die op jou lijken, het is in elk geval één grote troep. En het enige wat je hoort als je op straat loopt en je praat met de mensen, ote de man die zo gwe. Wanneer worden we bevrijd van deze gasten? Want ik kan u zeggen, de mensen hebben geen hoop meer. En ik kan u zeggen als econoom, ze gaan niks en dan ook niks, net als de vorige regering, van de grond kunnen krijgen. Ze hebben het verstand niet voor. Dat heel kabinet bestaat uit de meest domme mensen. Ze overtreffen elkaar in domheid. Ze zouden echt een wedstrijd kunnen houden, soort minister Morodong in haar kabinet, kan ik niet zeggen. Het is, ze gaan het niet redden. Dit is niet wat ik zelf van dichtbij toen had meegemaakt. Een kabinet waar Venetiaan toen president werd, waar er grote problemen waren, maar van dichtbij heb ik gezien hoe deze man systematisch de problemen kon aanpakken en ervan overtuigd was
was, ja, dat wij eruit zouden komen. We zijn eruit gekomen. We hadden hele goede tijden, hebben we materieel namelijk hier meegemaakt. We hadden welvaart, moet je zeggen. Al was die ene grappenmaakster van de NDP, die mevrouw Simons er niet over eens vond. Ja, het is eigenlijk... het is maar een verwrongen, gewrongen welvaart, et cetera. Je echte welvaart. Nou, zij hebben die welvaart wel voor ons gebracht, maar ze hebben ons eerst goed ten gronde gericht. En de ruïne, namelijk van het volk, dat gebeurt nu door deze mensen. Maar dat zijn de dingen eigenlijk zo'n beetje waarmee wij te maken hebben gehad. En ik kan u zeggen... Oh ja, wat er ook speelt, men is Bijltjesdag is begonnen. Vandaag bijvoorbeeld volgde ik via een of ander radiostation hier, waar iemand van de ABOP, die zelf waarschijnlijk zelf directeur wil worden, namelijk van, hoe heet het, van Telesuur, vond dat meneer Mike Antonius moest verdwijnen vandaar, want... de mensen in het binnenland hadden geen stroom en et cetera en internet en noem maar op. In elk geval, ik kan u wel één ding zeggen. Ook in de stad hebben we met dat probleem te maken. En waarschijnlijk heeft dat te maken met een financieel probleem waarmee alle bedrijven zitten. Want met de komst van deze regering kan ik u zeggen, heel wat bedrijven die op apengapen lagen, die zijn zo goed als failliet. Door het beleid vooral gevoerd door de minister van Volksgezondheid, waarbij niemand een touw aan kon vastknopen, ook de bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk niet, maar we weten wat het beleid ondertussen wel is geweest. We weten wat het beleid ons namelijk heeft opgebracht. Op dit moment 541 doden of meer. Alles namelijk een, hoe noemen ze het, onder wat men namelijk noemt COVID. We weten dat er gerommeld wordt met die cijfers. We hebben ook gelezen dat heel wat cijfers bij de brand van BOG verloren zijn gegaan. Kortweg, meneer, Suriname staat een ramp te wachten. Los van die twee branden, Fernandes, et cetera. Er staan nog meer rampen Suriname te wachten met deze regering. Agir, deze regering Abwahibi, neen tapu. En men lust ze niet. Men wil ze absoluut niet hebben. Van de ene vindt men, die moet zijn straf gaan uitzetten in Nederland en daarna in Frankrijk. Vanwege de begeleiding van Sneeuwwitje ooit naar Nederland en Frankrijk. En export van Johnson poeder, wat die baby's namelijk gebruiken. Die andere, ja, die heeft totaal geen kaas gegeten van ideologie, van politiek, van maatschappij. Heeft geen maatschappijvisie, brabbelt maar wat in de ruimte. Speelt een beetje een déjure de president, maar de facto weet iedereen dat het de minister van Buitenlandse Zaken die eigenlijk de president is. Hij benoemt en laat ontslaan als er ontslagen moet worden, ja. En voor de rest zien we een president die de hele dag maar toert met 8 kogelvrij wagens in de stad. We kijken daar naar Rutte op zijn fiets. Daarvoor hadden we ook namelijk Van Acht op zijn racefiets, jaren geleden, weet je wel. Maar hier zijn die Brahmanen, die zijn God op aarde. Ja, terwijl het volk pinaart, het volk heeft niet te eten. Overigens, de benzineprijzen van benzine en diesel, die zijn gestegen. Er is een maximumprijs nu van 15. En ik kan u zeggen, de winkels hebben direct erop ingespeeld en de prijzen in die winkels die al zo sky high waren, zijn enorm omhoog gegaan. Soms 5 tot en met 10 gulden. Dus ik zit me af te vragen uiteindelijk hoe dit gaat aflopen. Iets anders dat speelt, dat is namelijk volksgezondheid. Er zou een staking zijn bij de verschillende ziekenhuizen, waarbij namelijk Jaconesse ziekenhuis. En verhalen doen de ronde dat de voorzitter van het Jaconesse ziekenhuis
is gaan onderhandelen, namelijk met de overheid, zonder een vergadering, zonder goed afgestemd te hebben, namelijk met de leden van het Japanese ziekenhuis. Ze zouden vandaag in actie komen, maar men heeft ze kunnen bedaren, men heeft ze zover gekregen wat hij begreep. Overal liggen er eigenlijk COVID-zieken en ook normale zieken, alhoewel ik kan niet zeggen, de normale zieken, dus de reguliere zieken, daar is er geen hulp voor. Daar heeft men geen geld voor. Men heeft meer geld voor COVID, want daar kan volksgezondheid, zoals de boze tongen beweren, enorm veel geld aan verdienen. Dus wie dood kan gaan, wie eigenlijk regulier ziek is, ja, een normale ziekte heeft, gaat doodgaan, want specialisten hebben geen apparaten, hebben geen medicijnen, hebben niks om een normale operatie namelijk te kunnen doen. En zouden ze überhaupt die operatie doen en die patiënt komt te overlijden vanwege een tekort aan instrumenten, medicijnen of wat dan ook, ja, dan moet het jou niet verwonderen dat zo'n patiënt plotseling wordt vervoerd naar het ziekenhuis, Wanika ziekenhuis, en van daaruit wordt er een rapport gemaakt dat die persoon namelijk aan, hoe noemen ze het, aan COVID is overleden. Zo doet het verhaal ook de ronde dat bij, ik dacht het Wanika ziekenhuis, een of andere figuur is gegaan die door een slang is gebeten en die persoon is dood gegaan en dood eenvoudig is namelijk die persoon gebracht onder een COVID-dode. Ook via de opbelprogramma's bellen mensen op waarbij mensen zeggen, ik weet absoluut zeker dat ik mijn moeder namelijk heb gebracht, ja. En die had, had geen COVID, is gecheckt, et cetera. Maar ja, en, die persoon werd als COVID opgegeven. Alleen die vrouw is zo tekeer gegaan dat uiteindelijk dat rapport is gecorrigeerd. En die persoon kon op een normale manier haar moeder gaan begraven. Want een begrafenis kost rond de 50.000 gulden. Als je COVID bent overleden, ver onder de helft als het geen COVID namelijk is. Dus vandaar dat, ja, alles is COVID wat de klok luidt. Trouwens, als ik bepaalde ministers bekijk, die naar mij praxeren, de heervisie schrijft geen COVID. Want ze stralen zelf COVID uit. Dat wil zeggen de dood. Dracula. Frankenstein. Je kent die films wel. Ja, maar als je dat allemaal zo hoort, er is totaal geen beleid. Nee. Maar de president, die belooft het volk wel, dat heeft hij ze beloofd. Na 9 juni zijn alle problemen opgelost. De first lady, die gaat overal met pakketten en deelt dingen uit. Sommige dingen komen niet meer tevoorschijn, zoals die laptops en dat soort zaken nog meer. Maar je vraagt je af, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Die vraag heb ik al gesteld. Wat gebeurt er nou eigenlijk in het land? Dat is de vraag die je constant... Wie doet wat? En waar gaat men naartoe met dit beleid? Dit beleid is gewoon op gebaseerd om een groot deel van het volk de verdoemenis in te leiden. Het zijn mensen, wat ik bestudeer ze eigenlijk zo'n beetje. En ik heb ook genoeg mensen kennis gelet op mijn leeftijd. Ja? Ze hebben geen enkele compassie, sympathie of wat dan ook voor mensen. Het zijn gewoon van die koele kikkers, weet je. Als het maar het geld kan opbrengen. En je hoort het steeds weer, hè, van terwijl het volk honger leidt, terwijl er geen medicijnen zijn, terwijl doktoren in die ziekenhuizen geen operaties kunnen verrichten, ja, want alles moet naar COVID. We hebben nu een ministerie van COVID in plaats van volksgezondheid, ja, kan ik u namelijk zeggen van het volk mag de pot op. Het volk leidt honger. Mensen gaan met honger naar bed. En het interesseert ze niet. Je ziet het ook, het eerste wat ze toen hebben gedaan, zonder af te wachten op IMF. Trouwens, die ellende van IMF komt er nog bovenop, kan ik u meegeven. Als econoom, ja, zien we het eerste wat ze doen, ze verhogen die koers van 7,52 naar 14,29. En die Chinese winkels, want het zijn vooral Chinezen die hier hun goederen aan de man brengen, die hebben er direct op ingespeeld en we hebben een forse verhoging gehad. Direct daaraan gekoppeld hebben wij ook
gehad een, de verhoging van de benzineprijzen, van de brandstofprijzen. En met die verhoging eigenlijk van die koers, van die devaluatie, hebben ze op de haven, via die importen, hebben ze enorm veel geld namelijk kunnen toucheren. Vervolgens werd de koers daarop opgevoerd van 14,29 naar 16,30. Oh, hopla. En wat zie je? Ze gebruiken ook namelijk dat hele lockdown waar ze mensen op straat zetten, gebruiken ze mooi in het weekend om namelijk die brandstofprijzen te verhogen. Met die verstande dat de winkels in die winkels de prijzen in de winkels ook verhoogd gaan worden. Ja, we hebben een superdomme minister van Economische Zaken. Die vrouw heeft zelf domheid uitgevonden. Mensen maken grappen. Ze was in een radioprogramma en ze kon alle hoeken namelijk van het programma, heb ik begrepen. Van die, alle hoeken van die kamer kon ze namelijk zien. De meest stomme antwoorden werden er namelijk. Ik heb dat programma ook gevolgd. Ze begon al. De presentator, meneer Isaias te noemen. Ja, daar begon het, terwijl het meneer Pirkan was. Dus Pirkan heeft namelijk dingen van er gemaakt. Maar dat is een van de mensen die samen met de minister van Volksgezondheid als eerste zal moeten verdwijnen. Die van OW, want die zit alleen maar rommel daar te maken. Die heeft ook wat etnisch in zich. Dat is de minister die het volk zou straffen omdat ze 10 jaar lang verkeerd hadden gestemd. Weet je nog? Ja? De minister die heeft gezorgd dat er geen gaten meer in onze wegen zijn. Maar echt kraters. Zoals we dat weten van de planeet Mars. Mensen die naar dat soort van films in de ruimte namelijk kijken, weten hoe Mars namelijk eruit ziet. Ja. Maar dat soort van kleine kinderen zijn complete maatschappelijke mislukkelingen. Ja, ja. Ik wil toch eventjes zeggen, ik bedoelde niet Pirkan dat ze dat zei. Ze zei het tegen Glenn, onze vriend Glenn. Bij ABC. Ze was ook bij Pirkan en Pirkan heeft namelijk. Dus dan heeft ze daar een patent op. Het klopt. Maar bepaalde stations, bij bepaalde stations, zoals bij Glenn, ja, het moet u niet verwonderen, want bij bepaalde stations komen alleen maar mensen overwegen van de VHP. Once in a while komt er iemand misschien van ABOP, maar elke dag is het een VHP, nou niet VHP, maar een Orange Movement, want er is een verschil tussen Orange Movement, dat zijn die Brahmanen van Chan, en je hebt de VHP, ja, dat is die partij die ik heb gekend, hoe noemen ze het, waar we eigenlijk vrij goed vredelievend mee hebben geleefd. Ik dacht op 1973. Ja, maar hoe moet die bevolking nou uit die armoede komen in dat land? Want dat is iets dat mij zorgen baart. Er zijn mensen, je ziet ze vaak op sociale media, je ziet mensen op straat, die zwervers, het aantal zwervers is nog veel groter geworden. Je hebt vrouwen die niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Ik heb met een paar mensen gesproken. Dus heel veel mensen bellen, ook buiten de uitzending, omdat ze willen niet allemaal namen noemen. Dan hoor je verhalen hoe mensen die zelfs een hoge opleiding hebben gevolgd, die zelfs, zeg maar, ik ga dat niet zeggen, maar in elk geval een dusdanige opleiding hebben gevolgd dat ze ook op een van de hoogste scholen in Suriname doseren. En die mensen bellen naar Nederland op van Migado, een weekend die zie in nou €50, Jimmy. Weet je hoe pijnlijk dat is? Dat ook mensen die het normaal goed zouden moeten hebben in Suriname, dat ze die armoede lijden. Ja, dat klopt. En men probeert die mensen namelijk met pakketten zoet te houden. Iets wat ze hebben afgekeurd toen van Boutersen, weet je nog. Pakketten waarvan mensen namelijk beweren dat er enorm nja is gemaakt. Die dingen hebben, zeggen ze, 64 miljoen voor 80.000 pakketten. Maar er zijn mensen, zelfs daar in Nederland, die Chan zelfs gesteund hebben als vriend. Die zeggen, die dingen hadden al voor 32 miljoen of veel minder geleverd kunnen worden. Ze worden huis aan huis geleverd. Aan de andere kant heb je namelijk een first lady, die vreselijk mooi gekleed gaat.
deze mevrouw die gaat nog mooier gekleed dan de First Lady Venetiaan. En ze is nog toffer wat de kleding betreft. Als we kijken bijvoorbeeld naar mevrouw Bouterse, Waldring, et cetera. Een van de best geklede mensen die wij ooit in Suriname namelijk hebben gehad. En die gaat huis aan huis met namelijk een, hoe noemen ze het, met enveloppen voor mensen. Boze tongen beweren weer. Alleen mensen die op hun lijken. Dus vandaar dat het pakket namelijk gegeven is op iemand die niet had. Op hun lijk, meneer. En pakketten zo'n beetje in het land worden verdeeld. Natuurlijk, die mensen gaan het ook niet lang kunnen doen. Maar wat ik namelijk een zeer kwalijke zaak vind. Men vernedert mensen op een verschrikkelijke manier om die mensen een pakket te geven. Geef die persoon een hengel, want dat was beloofd, et cetera. Maar ja, die mensen hebben honger, dus ze nemen het. Maar na 2 weken gaan ze met honger naar bed moeten gaan. Want dat ding is zo op, als je dat pakket namelijk ziet. Dus ze proberen alles wat Bouterse ooit heeft gedaan en die ze hebben afgekeurd van Bouterse, doen ze na. Alles. Ik dacht dat die meneer zich zelfs als Bouterse probeert te kleden en als Bouterse probeert te dansen en weet ik wat allemaal meer. Maar net wat hij zegt, het is een zeer verontrustende aangelegenheid. Mensen, kinderen die echt honger lijden. Kinderen die eigenlijk straks als de school weer mag beginnen. Waarschijnlijk daarom laat men de school niet beginnen. En heeft men de examenklasse laten starten. 2 weken les en daar gaat het examen namelijk over gedaan worden. Daar krijgen die mensen een diploma. Zie maar de waarde namelijk van het diploma. Maar het is op dit moment al 10 gulden namelijk per rit om van... van her naar der te gaan. Maar hoe gaan die ouders straks... Die... worden. Maar je weet, de minister heeft het verboden vanwege de laatste prijsstijging van benzine. Maar we praten over die scholen. Maar hoe gaan die ouders in godsnaam de schoolgeld betalen voor die kinderen straks? I don't know. Het is erg... Het is erg zorgelijk, ja. En ik kan niet zeggen... er is geen toekomstperspectief voor... De jongeren leven namelijk in enorme depressie. En je vraagt je ook natuurlijk af, ja, hoe gaan die mensen verder moeten studeren zonder verdere onderbreking van een guy die eigenlijk dokter is, maar koet, manager moet komen spelen voor ons, om ons af te straffen, de lockdown, waarbij dat etnische, dat zeggen de mensen, dat zit erin. En ik kan niet zeggen, meneer Botsen, het is begrijpelijk wat hij daar zegt, dat niet alle studenten na zoveel maanden thuis te hebben gezeten, eigenlijk... Ze zijn minder gemotiveerd als je met die mensen praat en je ziet ze om namelijk lessen weer fysiek op te pakken. En veel van die studenten zijn in de tijd dat ze gedwongen eigenlijk thuis zaten. Dan heb ik het vooral over de mensen die nu fysiek les volgen omdat ze namelijk examen moeten doen. De anderen zijn nog steeds thuis, ja. Die zijn namelijk gaan werken om hun ouders en zichzelf in deze crisis te helpen. Want het is not done. Middenstanders zoals ik zijn armenaren geworden en armenaren zijn kerkratten geworden. Daar heb ik het, die situatie waarin deze president ons heeft gestopt, enorm namelijk uitgelegd. En het interesseert hem niet, ja, want die president neemt allerlei beslissingen. Denk maar aan Winston Ramota Singh, die in uw programma heeft gezegd, er zijn economische problemen, maar er worden sociologen gehaald om economische problemen namelijk op te lossen in Suriname. En het eind van de maand, het was eigenlijk een paar dagen geleden, ik dacht het was woensdag 30 juni, is namelijk het onderwijsproces wederom hervat. En net wat ik zei, althans voor de examenstudenten, van wat men noemt het VOJ, dat zijn de jongeren van de lagere school. En FOS, dat zijn de senioren, dus de mensen van de middelbare school. En vanwege die COVID-19-situatie heeft het ministerie van Onderwijs de instructie gegeven aan de directeuren en ook aan die coördinatoren eigenlijk groepen te maken van 15 leerlingen en studenten per klas eigenlijk voor te bereiden conform die COVID-voorschriften. En die lange lockdown, kan ik u zeggen, heeft de meeste studenten nog kwetsbaarder gemaakt. Studenten die het toch, als ja, ik heb ook met ze te maken hoor, al moeilijk hadden, liepen door de lockdown nog grotere leerachterstanden op.
omdat ze genoodzaakt waren thuis te blijven. En na die coronabesmettingen zijn, en die zijn enorm toegenomen zoals u weet, zijn nu op konto van de minister van Volksgezondheid al 541 doden. Toen hij overnam van mevrouw Veira, van mevrouw Cleopatra Jesseren en van meneer Slijngaard waren er maar 20 doden, let wel. 541 doden, nog niet eens een jaar, alleen maar 220 doden in de maand juni, daar heb ik u daar alles mee gezegd. In elk ander land, ja, was vanwege wanbeleid deze man al opgedonderd geworden. Hij was de laan uitgestreden, juist daar moet lockdownen. En ik ben de man die heeft voorspeld, er komt namelijk een tweede golf. En dat gaat komen door deze minister. En Warempel heeft niet gelockdowned, ja. Een Bosland Creolen en de Creolen hebben in Wakapassi, Palmetuin, ze hebben hun feestdingen, ze hebben hun dingen namelijk gevierd. En die Hindustanen, ja, die zijn hun feest gaan vieren buiten de stad, ja, een Leiding, een White Beach, noem maar op. Er zijn zelfs plaatsen geweest waar je kon betalen. En toen was in Leiden in last. Dus die 541 mensen die nu dood zijn gegaan, die dateren door dat wanbeleid van die minister toen. Ja, omdat hij weigerde namelijk om te lockdownen. Korte tijd later gingen we weer, moesten we lockdownen. De moslims hadden een feest, die mochten niet, et cetera. Die moesten ook thuis blijven, want dat is niet het geloof van die minister. Weer, ja. En ik heb u toen gezegd, du moment dat wanneer er weer een soort feest gaat komen waar de minister zich namelijk enorm in voelt, gelet, meneer, op het beleid dat hij voert, et cetera, en de manier zoals hij naar andere rassen kijkt in dit land, ja, die moment dat gaat hij zien, gaat die lockdown worden opgeheven, want ieder weekend had hij ons namelijk gelockdown, en hij had eigenlijk gezegd voor langere tijden, volgens mij, was de rest van het jaar op alle feestdagen en alle zondagen en zaterdagen zouden we gelockdown worden. Nu zijn, ik heb het opgezocht, ik heb het niet kunnen vinden, maar ja, de mensen hebben me gezegd, er is een soort beeldenfeest, een feest met beelden, gaan ze waarschijnlijk lopen door de stad, et cetera. Dus lockdown is weer namelijk opgeheven in het weekend. Maar wanneer dat feest weer achter de rug is, kijk maar wat er gaat gebeuren, ja, dan gaan we weer op straf. Want niemand kan mij zeggen wat het verschil is van 6 uur lockdown, 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur. Sterker nog, het is gebleken dat hoe meer deze minister ons heeft gelockdown, hoe meer mensen dood zijn gegaan in die periode. Dus eigenlijk, het heeft namelijk een positieve correlatie. Meestal is het zo, als iets omhoog gaat, gaat iets anders namelijk omlaag. Maar kijk wat er hier namelijk is gebeurd. En er komen nog meer doden. Alleen, boze tongen beweren, ze rommelen verschrikkelijk met deze cijfers. Ja, oké. En dan gaan we zien, we gaan waarschijnlijk weer in lockdown, totdat eigenlijk namelijk er weer een feest van die minister, waar hij zich namelijk prettig invoelt en waar hij erkent, ja, weer gaat komen. Want zo wordt beleid hier gemaakt. Ja. Overigens, ik kan niet zeggen, hij is vreselijk laat geweest om de hulp van Nederland namelijk in te roepen. Want in januari had hij al hulp moeten inroepen. Nee, hij wacht, want hij weet alles beter. Ja. Hij is de knapste man van de hele wereld. En kijk nu wat er namelijk is gebeurd. Maar om eigenlijk door te gaan over onze jongeren die nu weer fysiek op school zijn. Ja. En ik heb u gezegd... Nee, nou, want de vraag is natuurlijk, wat is de toekomst voor deze jongeren? Ja, het feit eigenlijk dat die jongeren hun toekomst niet meer kunnen plannen, zo moet ik het zeggen, betekent dat, dat is volgens mij de grootste oorzaak van die depressie onder hen, want ze plegen zelfmoord hoor. 3 deze week, 3 vorige week, maxoom, ze hangen zich op, andere... ja, van alles en nog wat doen ze. Ze gaan dood. Ze zien het niet zitten. En ergens, mensen zijn bang voor deze regering. Weet je, het gekke van is, in die 10 jaar, dus Bouterse is op ondemocratische manier aan de macht gekomen. Toen was het sidderen in Suriname, je kon niet praten, er was ook avondklok. De meest rare dingen merkte je mee, mensen gingen dood, weet ik wat, de Binnenlandse Oorlog.
En toen democratisch, heeft het ook democratisch niet kunnen redden, de economie. De economie, wat Venetiaan had opgebouwd, heeft hij compleet samen met Hoefdraad, vooral Hoefdraad, kapot gemaakt. Maar één ding kan ik zeggen, we waren niet bang, onderboters. Ja, behalve als het namelijk lockdown was. Dan maakten we geen grappen met mevrouw Vera, ja. Want die vrouw had gezag, ja. Nu gaan die mensen gewoon op straat, maar dat soort... Sap ching, boy, kon tegen me. Me kan gewoon weer een leer, me kan gewoon weer een pepper, me kan gratis, motto, ja, zo. Wat denkt u wel? Mensen geven zelfs bijnamen van Frankenstein en Dracula en Kauai en dat soort. Om te zien, er is namelijk geen gezag zoals we dat kenden, namelijk onder mevrouw Vera. Maar één ding moet ik zeggen... En u weet het, Boutersen is enorm door ons bestreden, vooral door mij hier. Nooit één dag namelijk een bedreiging of wat dan ook, of te proberen, stop dat programma. Dat moet ik Daisy Boutersen wel meegeven toen hij democratisch gekozen was. Voor de rest heeft hij voor ellende gezorgd met Hoefdraad. We zagen het al aankomen, die economie is kapot gemaakt. Deze mannen verdragen niet. Ik heb u al gezegd, mensen hebben me gewaarschuwd. Samson, watch out. If one sunny sanaga, you weet je waar je het moet gaan zoeken. Ja? Iedereen wordt voor de rechter gesleept als je alleen maar zegt het woord COVID. Ja. Nu moet ik zeggen, tot nu toe heb ik niet gezien dat mensen als Chan, mensen als Bibis, dat is de minister van Volksgezondheid, of misschien Noor Mohammed, mensen nog voor de rechter hebben gesleept. Maar er is één minister hier, waarvan mij het gevoel bekruipt dat hij een super, mij bekruipt het gevoel, maar ik weet het niet, maar een super racist is en zijn racisme was latent, dat hij het nu kan uitvoeren. Die man brengt iedereen voor de rechter, ik geloof, 9 zaken al overal, ja. Iedereen die het woordje COVID in zijn mond neemt, meneer, wordt voor de rechter gesleept. En iedereen zit nu te kijken, wat zal de uitspraak zijn bij die verschillende zaken. Eén zaak heeft hij al gewonnen, ja. Want, boze tongen beweren ook, dat men rechters namelijk zet, die namelijk in hun voordeel kunnen spreken. Ik hoop niet dat het gebeurt, want tot nu toe moet ik zeggen, ja. De rechtspraak is nog redelijk goed. Maar we zullen de komende tijden kijken. Want u weet het, de rechters zijn goed beloond geworden. En het salaris zijn enorm toegenomen, et cetera. En we kijken namelijk wat de bedoeling namelijk daarvoor is. En we gaan ook kijken welke rechters zich namelijk daarvoor gaan leden. Ja? Als ze namelijk een vrouwen justitia zijn met een blinddoek, of dat er namelijk een gaatje is waar ze door kunnen kijken wie namelijk voor hun staat. Ja, maar om terug te gaan, ja, ik zie die jongeren voor me, weet u, en dan denk ik, ja, opstaan in een huis dat je waarschijnlijk nooit zal behoren, ja, het zal je nooit toe behoren. En niet kunnen plannen voor een eigen woning, volgens mij hoor, het moest één van de problemen zijn waarmee de jongeren nu enorm zitten, vandaar die frustratie. De treden op de ladder van hun toekomst wordt met de dag hoger gesteld, waardoor eigenlijk die drempel tot suïcide, zoals we die afgelopen periode onder deze regering hebben meegemaakt, wordt verlaagd. En je vraagt je ook af, hoe is het mogelijk dat zoveel jongeren in zo'n korte tijd de hand aan zichzelf hebben geslagen, ja? Heer Botsen, volgens mij dit is echt een periode waar de jongeren, ja, ik weet het van mezelf ook, de mooiste tijd van hun leven zouden moeten beleven. Ja, dat wordt steeds... Dan is er iets goed fout, moet ik u zeggen, met het systeem waarin ze nu leven met een president, waarmee ze nu leven en een vicepresident. En het is heel simpel als je het mij te achterhalen. In plaats dat die sociologen zich gaan bezighouden met economie, kunnen ze misschien dit gaan onderzoeken. Ja. Want hoeveel jongeren kunnen momenteel al... dat ik zeg, op hun 25ste een intrek nemen in een eigen woning. Ja. Veel jongeren kunnen op hun 21ste een studie uit hun eigen zak bekostigen, is die vraag die u me stelde, toch? Ja, ja, ja. Veel jongeren zijn in staat een auto die tegenwoordig geen luxe meer is aan te schaffen. En dit zijn die hoge treden waarover ik het heb, de hoge treden op die maatschappelijke ladder die voor de jongeren zijn gelegd door deze regering. Ja. We hebben nog ongeveer 4 minuten. Ja, dan zal ik het maar afronden om te zeggen,
Want het gaat me naar het hart. Ik ben ook jong geweest. U bent ook jong geweest, ja. Vandaar dat ik eigenlijk... Ik voel het diep in mijn hart. En ik vraag me af, hoe is het mogelijk dat we in een tijd leven waarbij ons grondbeleid niets voorstelt en de mogelijkheid er nog niet bestaat eigenlijk voor een studentenhypotheek, om maar wat te noemen, ja. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ik heb bijvoorbeeld de NOB of wat dan ook. Iets waar jongeren die minder dan, zeg, op het ogenblik, ja, 4000 gulden verdienen, anders de grond zouden kunnen komen of huis zouden kunnen bomen. Ik vraag me af, is dit de manier waarop de jongeren, ja, waarop wij, of was er in deze regering de jongeren ondersteund zoals het wat beloofd? Hoe kan het dat er nog geen studentenverkavelingsproject is geïnitieerd waarbij jongeren voor een minimaal bedrag aan de kavel kunnen komen? Dat zijn de vragen die bij maar mij... Maar als ze straks die kavel hebben, hoe gaan ze huis bouwen als ze geen geld hebben? De jongeren. Ja? Ik zeg van, als ze die kavels hebben, dan kun je natuurlijk afvragen, wat is de toekomst van hun om straks nog een huis te kunnen bouwen daar? Jongeren komen vaak bij mij en weet je wat ik ze zeg? Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ik zeg, als je de gelegenheid hebt, maar vaak kunnen het ook niet. Vertrek naar de grote wereld. Ga naar het buitenland. Ga het harde leven van het buitenland meemaken. En vandaag zei ik nog aan een student, misschien als je weggaat, je vindt misschien een man, daar is een dame, kan je vader en je moeder te zijner tijd namelijk onderhouden. Pakketten sturen, geld voor de sturen. Want jouw vader en jouw moeder, als je mag vertrekken, staat echt geen goede tijd te wachten en jij ook niet. Ja, het is verdomd moeilijk als je dat allemaal zo bekijkt. En eigenlijk, maar ja, ik weet niet of het aan mij ligt, want ik ben natuurlijk in het buitenland. Maar je vraagt je af, als deze mensen het ook niet kunnen, wie moet het land redden? Wie moet daar, zeg maar, de dienst gaan uitmaken? Is er nog een perspectief? Is er nog een toekomst? Misschien komt er wel wat door, want de begraafplaatsen zitten vol met dooien die dachten dat ze onmisbaar waren. Maar ik heb wel één ding gezien. Met de begrafenis eigenlijk, of de crematie van Walter Bouterse. Er waren zoveel mensen. Mijn dochter heeft het toen opgenomen en dingen. Ik vond het maar een menselijke drama hoor. Dus ik dacht, ik ga me er echt niet mee bemoeien, et cetera. Ik heb al genoeg weer reden met deze regering aan mijn hoofd. Om te kijken hoe je kan overleven. Moet ik u zeggen, echt hoe je kan overleven. En dan praat de middenstander hier tot u. Maar als u ziet hoeveel mensen... Heel veel jongeren en vooral jonge mannen. Mannen, maar ook vrouwen. En er zullen mensen zijn die hem eigenlijk een riem onder het hart hebben gestoken, et cetera. Want zo zijn Surinamers nu eenmaal te eigen om dit, weten we elkaar te vinden. Wat mensen ook gedaan hebben, we zijn vreselijk menselijk. En vooral, waar vooral dat Creoolse deel op een verschrikkelijke manier... Maar het is niet alleen het Creoolse deel, ook Javanen, Indianen, noem maar op. Op een verschrikkelijke manier gediscrimineerd worden, denk ik... mij bekruipt dan weer het gevoel, als er een verkiezing komt, is... Nou, PAE bestaat al niet meer, dat rommeltje wat ze noemen PL. NPS gaat naar nul zetels. Ze kunnen als partijcentrum misschien Oud-Lina's Rus daar ook annexeren en kopen. En Gregory Rusland wordt de voorzitter van. ABOP, die zakt absoluut naar 2 zetels. En Tjan wordt van de aardbodem weggevaagd, wat hij dit volk heeft gedaan. Die Brom Tjidjari, die hij finaal voor de gek heeft gehouden. Ja, goed. Ik zou zeggen bedankt. Meneer Samson, Guillermo, voor je uiteenzetting op dit late uur van de nacht. Stof tot nadenken en we hopen met alles wat we hebben dat het inderdaad... Mijn oude leraar, meneer Gessel, die zei altijd... Hoop, dat is in elk geval niet iets wat je moet, waarvan je moet verwachten... dat het inderdaad goede dingen zal brengen. Maar ja, dat is nou eenmaal het woord. Je hoopt toch maar dat het goed wordt in de toekomst. Bedankt in elk geval voor deze nacht. Maar Gesser, dat het mooi is, het mooi. En dat zeg ik altijd aan een Javaanse kennis van mij... waarmee ik veel praat. En ze heeft maar hoop. En ik zeg, hoop is uitgestelde teleurstelling. En klopt. Ik zeg,
En ik zeg haar elke dag, ik heb haar elke dag aan de telefoon. Ze is op een verschrikkelijke manier bedonderd geworden, namelijk door sommige haarjes. Ze heeft heel hard gewerkt. Maar ze blijft hopen op Tjan. En ik zeg, blijf maar hopen, ja. Hoe noemen ze het? Leef in de hoop en sterf in de verwachting. Zeg ik er elke dag weer. Blijf maar op Tjan hopen. Je zal leven in de hoop en sterven in de verwachting, mijn vriendinnetje. Ook die boodschap breng ik via jouw zender weer op deze avond aan de door daar in Kommerwijnen. Oké. Dankjewel. Fijne avond verder. Bye-bye. Erop. Hoeveel? Nou, beste luisteraars, en dat was dus een gesprek met niemand minder dan onze man, commentator eigenlijk vanuit Suriname. En hij heeft natuurlijk zijn licht weer laten schijnen over al datgene wat er op dit moment in Suriname gebeurt.